zitten vandaag in het Santiago Bernabeu. Zometeen krijgen we Spanje tegen Portugal. En dat noemen ze ook wel eens een Iberisch onder ons. Ja, dat zijn toch twee smaakmakers de laatste jaren op het Europese toneel van het topvoetbal. Het is altijd speciaal als je wordt opgeroepen voor je land. Daar kun jij over meepraten, lijkt me. Ja, als klein jongetje droom je daarvan, Evert. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de aftrap. Er is al zoveel gezegd en geschreven over deze wedstrijd. Met deze formatie stapt het Duitse voetbalveld door. 4-5-1 met slechts één spits. Dat moet geen spektakel lijken. Nou, weet je wat volgens mij nog erger is, Evert? Geen 4-5-1, maar 5. David Silva! Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. William Carvalho. Het stadion van Real Madrid, het Bernabeu-stadion, ligt midden in de stad. Het is genoemd naar voormalig speler, trainer en voorzitter Santiago Bernabeu, die de club leidde in de jaren 50 toen ze hun grootste successen behaalden. Er is plaats voor meer dan 85.000 toeschouwers, even. Oh, dit kan een kans worden. En ze hebben de bal alweer te pakken. Goed werk daar. William Carvalho. Diego Costa. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Koke aan de bal op de helft van de tegenstander. Koke geeft voor. De aanval leidt nergens toe, behalve een doeltrap natuurlijk. Ronaldo is uitgegroeid tot een van de allergrootste sterren in het hedendaagse voetbal. Wat zouden we van hem mogen verwachten vandaag? Nou, ik denk veel, Evert. Hij is niet voor niks een van de grootste talenten ter wereld. Ik ben een enorme fan van zijn spel. En hij kan zo goed voetballen dat er een soms schitterend combinatiespel ontstaat tussen hem en zijn ploeggenoten. Komt hier dan het doelpunt voor Portugal? Nu schieten! André Silva. Dat moet hem zijn voor Ronaldo. Zo, is dat een kans of niet? Dit had het openingsdoelpunt moeten zijn, Evert. Ze hadden de rust veel beter moeten bewaren. Oké. Silva, dit zou wel eens een kans kunnen worden. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Adrian Silva. William Carvalho. De bal gaat heen en weer. Cristiano Ronaldo heeft hem. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Het is lekker voetbal hoor, zo voor Silva met de ruimte voor zich op de vleugel. Komt hier een kans aan. Adrian Silva. André Silva. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Koke. Koke aan de bal op de helft van de tegenstander. Rafael Guerrero. William Carvalho. David Silva. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Diego Costa kan gaan uithalen. Schiet! De toeschouwers gaan uit hun dak. Ze wilden dat er werd aangelegd voor een schot. En dat was niet aan Dovermans oren gedicht. Nee, die bal die zit er prima in. Ja, het is natuurlijk een lekkere positie zo aan de rand van de 16 om dan te schieten. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken. Want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, even? Maar hij gaat er wel lekker in. Die bal gaat erin. En eindelijk dus een beetje leven in de brouwerij. Ja, dat hadden we nodig, even.
José Fonte. Bernardo Silva. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. Quaresma. De bal gaat naar de tweede paal. Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Kijken wat deel 2 voor ons in petto heeft. Adrian Silva. Dit is Cristiano Ronaldo. Quaresma. Deze situatie moet Portugal kunnen uitbuiten. Sergio Ramos geeft de verdediging weer wat rust. Cristiano Ronaldo. Vitolo. José Fonte. André Silva. Portugal zou kunnen profiteren van de ruimte op de flank. Cristiano Ronaldo. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Adrian Silva. Wie weet levert dit een kans op. Rafael Guerrero. William Carvalho. Cristiano Ronaldo. Dit is een grote kans hoor. Dit is toch echt wel een overleven kans hoor. Maar ja, om zeep geholpen daar. Ja, dit is een teleurstellende poging, Evert. Van die afstand moet je eigenlijk gewoon scoren. Maar hij maakt het met doelman niet eens moeilijk. Het schot. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, dat is nog een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Daar komt het doelpunt aan voor Diego Costa. Doelpunt! Ze vergroten de voorsprong. Dit is de dreun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Dit is al zijn tweede treffer. Hij laat ze allemaal staan. William Carvalho. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Adrian Silva. Quaresma. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Silva. Iniesta. Diego Costa. Bernardo Silva. André Silva. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Paas vindt zijn man. Houdt die bal bezit. De bal rolt ongehinderd door. Prima onderschepping daar. Daar komt een dubbele wissel aan. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Diego Costa met een grote kans. Vitolo. Oh, dit kan een kans worden. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem met 1 terug. Goed gedaan. Rui Patricio. Silva. En Spanje pikt een doelpuntje mee. Weer een
doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. Nou, we zijn al heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Bernardo Silva. José Fonte. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Ronaldo kiest voor de weg naar voren. Net op tijd onderschept. Nelson Semedo. Bernardo Silva. Gelson, hij weet die paas te onderscheppen. Gaat dit hem worden? Het gevaar is nog zeker niet geweken. Met die tackle herovert hij de bal. Het duel is afgelopen. Schitterende wedstrijd.